Daniel, hoe kijk je terug op je basisdebuut? Ja, mooi. Voor mezelf en ook voor het team dat we gewonnen hebben. Dus mooi. En je spel, hoe ging het? Overal gezien, wat ik net ook zei, het was niet perfect, het was geen 10. Ik denk overal gezien, heb ik wel een goed gevoel overgehouden. Alleen de paar kansen die Emma had, dat kwam eigenlijk een beetje door mijn balverlies. Dat gevoel overheerst niet, zeg maar, dat ik een paar ballen heb verkeerd gespeeld. Alleen dat is wel in mijn achterhoofd, ja. Dat is toch een beetje kritisch op jezelf? Ja, tuurlijk. Ik wil alles goed doen natuurlijk. En zeker omdat het de eerste keer is voor het eigenlijk hele publiek die mij ziet. Gaat er ook nog een beetje spanning? Nou, spanning. Ik had spanning toen ik het hoorde dat ik zou beginnen. Wanneer hoorde je het? Dat was gisteren. Gisteren vroeg trainen of ik een minuutje had. Ik heb wel een minuutje, maar ik had totaal niet rekening mee gehouden dat dit zou gaan gebeuren. En hij zei, ik denk dat ik met jou ga beginnen. Ja, ik was verbaasd en toen ging mijn hart ook wel een beetje tekeer inderdaad. Alleen steeds dichter bij de wedstrijd dacht ik van, ik weet wat ik kan en ik ben wel overtuigd van mezelf en ik ga het gewoon doen. Ik moet zeggen, dat straalde je ook wel uit. Je acties, vooruitdenken, jezelf vrijspelen, straalt wel wat vertrouwen uit. Ja, trainer zei ook gewoon, we stellen je op voor een reden. En hij zei van, we willen creativiteit brengen, we willen dat je lef toont. En als we balletjes breed gaan spelen, dan kan ik net zo goed ook in het veld zijn. Hij zei ook van, als er een paar ballen verkeerd gaan, dat ging er dus ook vandaag ook. En overal gezien ben ik wel een tevreden gevoel. Je fouten mag je maken. Ja, maar ja, nog altijd kritisch. Ja. Maar goed, je wint wel met 2-0, je hebt je basisdebuut gemaakt en je kreeg een wissel. Het publiek begon allemaal massaal te applaudisseren. Hoe was dat? Mooi. Ik weet niet of het een publiekswissel was of wat dan ook. Ik was wel heel moe, dus ik vond het ook niet super erg dat ik gewisseld werd. Alleen, het was super mooi. Ja. Ik heb dit seizoen ook mijn thuisdebuut gemaakt en nu echt mijn baasdebuut ook gelijk in dit stadion. En het was super mooi als alle mensen voor jou gaan klappen. Ja. Heel mooi. Einde van 2019. Ik ga lekker de kerst in, ja.